Laat die een godsnaam opdonderen. Hè? Ik bedoel, wat hebben we voor last gehad van die man? En wat heeft dat arme Turkije voor last gehad van die man? Niet waar overstaying your welcome heet dat zo treffend in het Engels. Sorry voor het Engels. Verschrikkelijk gewoon. Natuurlijk ook economisch dat is het een problematisch geval met die rare opvattingen die hij heeft over de economisch te voeren politiek. Nee, laat in hemelsnaam, laat Allah er dan voor zorgen dat hij opkrast. Hè? Nee, hij zit er 20 jaar. En je ziet altijd dat dit soort van types dus ja, te lang zitten. Dat is 10 jaar mooi geweest. Aanvankelijk dacht iedereen het was een vernieuwer en het was dan een gematigde islamiet. En dat gaf toch de gelegenheid aan grote groepen, laten we zeggen van de wat minder gemoderniseerde Turk om ook mee te doen. En dan blijft die man 20 jaar zitten. Ramp. Hij heeft alle verkiezingen gewonnen. Dus overigens acht ik het lang niet uitgesloten dat hij gewoon herkozen wordt. Maar goed, we zullen het zien. Tegenstanders zeggen natuurlijk ook wel van, inderdaad wat jij ook zegt, maar de voorstanders zeggen, hij heeft gezorgd voor een auto voor de deur. En hij heeft ons land minder... De laatste jaren heeft hij daar natuurlijk helemaal niet zo geweldig voor gezorgd. Hè. Dat inflatorontwikkelingen, die rare schoonzoon van hem die minister van Financiën was. Nee, hij is natuurlijk al heel lang de weg kwijt. Hij moet 20 jaar, kom op. Niemand is geschikt om 20 jaar een land te leiden. Niemand. Hij is wel iedere keer gekozen. Onze lieve heer ook niet. Hij is wel iedere keer gekozen. Ja, zeker. Alsof dat wat zegt. Hè? Ik bedoel, ik impliceer je daarmee dat de kiezers altijd weten de verstandigste keuze maken. Nou, daar kun je toch heel moeilijk volhouden. Hè? Dan kom ik toch al heel gauw met hele interessante voorbeelden dat de kiezers het totaal verkeerd hebben gezien. Er zijn ook mensen die zeggen, heeft Turkije minder afhankelijk gemaakt van het Westen? We zijn nu echt een land om rekening mee te houden. Oh ja? In welk opzicht? We zijn niet meer het schoothondje van het... Gewoon omdat het een lastpost is. Dit is de jongen die op het schoolplein altijd narigheid veroorzaakt. Maar wat heb je eraan? Niks. Dat je 2 onderwijzers naar buiten moet sturen om die ellendeling een beetje bij de les te houden. Dat is toch... Wat is... Trouwens, als hij nou iets deed, was het de betekenis van Turkije overschatten natuurlijk. Ja, wordt er dan gezegd, het is strategisch. Het ligt tussen Azië en Europa in. En het is iemand die nog met Poetin kan praten, ja. Iedereen kan met Poetin praten. Ik neem aan dat er backchannels zijn waarin er sowieso met Poetin gepraat wordt. Maar goed, nee. Maar heeft natuurlijk door de ligging, heeft hij daar natuurlijk wel strategisch voordeel? Door met zowel Poetin als met Zelensky te praten. Nou, wel een strategisch voordeel, hè. En dan natuurlijk ook dat gemodder in Syrië wat niets heeft opgeleverd aan narigheid. Nee, Erdogan moet gewoon vertrekken. Bovendien, en dat is natuurlijk de kern van de zaak toch, heeft hij die democratie die toch al niet een kasplantje was in Turkije, daar heeft hij alle blaadjes van afgetrokken. Hè? En de laatste 10 jaar geen water gegeven, zodat het er heel treurig bij staat, het kasplantje van de democratie. Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Het is een antidemocratie. Hij heeft alle mogelijke journalisten opgesloten. En na die staatsgreep, wat heeft hij dan niet voor flauwekul uitgehaald? Er is van een serieuze journalistiek geen sprake, er is van serieuze oppositie nauwelijks sprake. Nee, Erdogan is een ramp. Zoals zoveel van dit soort van lui een ramp zijn. Orbán is niet goed voor Hongarije, Orbán is een ramp voor Hongarije. He? En Orbán is dan ook nog een ongelooflijke cynicus die Hongarije gewoon runt. Niet waar met zijn eigen dievenclub, wat dat betreft is hij natuurlijk een warme supporter van Poetin, zou ik maar zeggen, qua bestuur. Kijk, bij die Kaczynski in Polen kun je dan denken, die man die meent het. Hè? Die is gewoon een hele serieuze ouderwetse katholieke normen en waarden die dienen gehandhaafd te worden. Maar Orbán is gewoon een gezellige dikke dief, hè? Samen met zijn kennis en zijn familieleden. En als je commentaren leest, lees je ook dat Erdogan een soort van chameleon is. Hij weet iedere keer weer mee te kleuren met het electoraat, zodat hij aan de macht blijft. Nou, dat zou kunnen, ja. Het is een demagoog. Maar het is ook een autocraat. Het is geen democraat, het is een autocraat. En daar moeten we vanaf zien te komen. Ook Turkije heeft recht op een normaal functionerende democratie. En hij was toch ook bezig een paleis te bouwen. Dat is de eerste wet van Van Rossum op het gebied van de politiek. Zodra ze beginnen over paleizen, gooien ze eruit zo snel mogelijk. Paleis is foute boel. Paleizen zijn altijd foute boel. Of het nou Ceausescu is, of Poetin, of Erdogan.
ze paleizen willen bouwen, dan weet je dat ze om de hoek zijn. Ja. Hoeveel beter zijn de alternatieven? Nou, waarschijnlijk is het een rommeltje. Dus je hebt ook nog een hele goede kans. Het is natuurlijk een enigszins onsamenhangende coalitie. Omdat in feite natuurlijk de coalitie alleen op de been is gebracht vanwege de anti-Erdogan standpunten. Maar je moet ergens beginnen. Maar je loopt natuurlijk de kans dat uit elkaar knalt, dat je weer nieuwe verkiezingen krijgt. Dat ze mensen denken, nou ja, wat heeft ons dan nou geholpen en dat Erdogan dus weer terugkomt. Dat voelt een beetje de Netanyahu-scenario, zal ik maar zeggen. Eindelijk verlost van Netanyahu. En ja, daar maak je ruzie in de tent en er is altijd wel één partij die eruit stapt. En dan komt Netanyahu weer terug. Nou ja, we weten, hè, het arme Israël, wat zijn 75 jaar bestaan heeft gevierd onder een loodzware, grijze, dreigende hemel. Dus jij zegt eigenlijk dat de alternatieven die zijn ook niet al te best. Ergens in die brieven stond een vraag. En die was van, ja, ik heb altijd kritiek op het Amerikaanse politieke systeem. Inderdaad, dat klopt. Het is een idioot systeem. Maar is er ook nog iets goeds in het Amerikaanse politieke systeem? Ja. En dat is dat de president 2 termijnen kan krijgen. 2 keer 4 jaar. En dan is het klaar. Helemaal klaar. Zo is een vrij recent nieuw amendement. Het dateert van de vorige jaren 50. Maar het is een prima idee. Ja, dat iemand vroeg. Ik ben zelfs bereid om Merkel daarvoor in te leveren, zou ik maar zeggen. Rutte zit er toch ook veel te lang. Dat heeft toch ook iets, ja, hoe zal ik het zeggen, vermoeids. Ze weet eigenlijk ook niet precies hoe het verder moet. Het is volkomen inspiratieloos, toch? Ik wil nog niet eens zeggen totaal incompetent op alle fronten. Het is suf en inspiratieloos. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat we een dynamische, autocratische minister-president moeten hebben. Integendeel, maar dan mag er misschien wel toch iets meer inspiratie en vaart worden geboden. Maar het zou dus een idee kunnen zijn dat politieke partijen proberen te agenderen dat je ook met termijnen moet gaan werken, bijvoorbeeld in Nederland. Dat zou jij toejuichen. Ja, maar de termijn hoeft alleen voor de minister-president te gelden, wat mij betreft. Nou, bij ministers zou je dat eventueel ook kunnen stellen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat iemand best 12 jaar in het parlement mag zitten. Sterker nog, ik heb eerder al eens verdedigd dat 3 termijnen in het parlement wel het minimum was. Want je moet eerst het handwerk en handen in de vingers zien te krijgen. Ja. Maar we hebben toch te veel ongelukkige avonturen met lui die veel te lang blijven zitten. Maar als je dit wil veranderen, moet je dus een wetsvoorstel gaan indienen. Oh ja, en dat is waarschijnlijk zou je hier de grondwet voor moeten veranderen. Denk ik hoor. Weet ik niet, ik ben te weinig grondwettelijk geschoold op dit punt om te weten hoe, maar ik vermoed bovendien dat het een leuk idee is dat iedereen zal zeggen, nou, daar zit wel wat in, maar dat er niks van komt. Ja. Hey, dan nog een punt over Erdogan, dat hij heel populair is ook op het Turkse platteland. Er is hier een commentaar. Ja, dat is de klassieke tweedeling natuurlijk. Je begrijpt dat Erdogan niet bepaalt. Hij is ook begonnen als burgemeester Constantinopel. Nee, Istanbul natuurlijk, sorry. Dat was vroeger Constantinopel. Hij is begonnen als burgemeester van Istanbul. Ja, dat heeft hij 4 jaar gedaan. En daarna is hij pas minister-president geworden. Hij is wel ontslagen, lees ik hier als burgemeester. Staat hier, ontslag wegens citeren gedicht. Oh, citeren gedicht. Ik kan me niet voorstellen dat erg serieus is geweest. Toen heeft hij 4 maanden in de gevangenis gezeten. Ja. Ja, we hebben hier een heel wonderlijke, ingrijpende totaalvernieuwing door van het gemeentelijk beleid op het punt van de vuilnisafvoer. We zijn namelijk, er is hier een centraal punt gemaakt waarin je je vuilniszak moet gooien. En dat is verderop in de straat. Dat is overal in de buurt hier het geval. Dus de vuil wordt niet meer door die vuilnisauto opgehaald. Heb ik het al eerder over gemopperd of niet? Ja, vast wel, maar vertel me nog een keer. Ik kan me niet herinneren dat je het zo uitgebreid vertelt. We komen hier trouwens op omdat de buurvrouw met de vuilnis voorbij loopt. Dus we gaan zo ja, door met Erdogan. Ja, zou doen dat de buurvrouw, die overigens jong en goed ter been is, dus die heeft er verder niet zo heel veel last van. Maar ja, het blijft natuurlijk een volkomen halfgaar gemeentelijk besluit dat je mensen, vooral als ze slecht ter been zijn, als ze oud zijn, dat je die dwingt om met hun vuilniszakken naar een verzamelpunt te gaan. Aanvankelijk deed dit hele punt het niet en moest je met je zakken naar de andere kant. En dat is natuurlijk voor mensen die oud en slecht ter been zijn. Wie verzint zoiets? Het is een linkse coalitie die de gemeente bestuurt. Wat is dat voor lulkoek?
En is dat om te bezuinigen op de vuilnis ophalen? Ik heb geen flauw idee. Hoe zou je het liever zien dan? Nou, gewoon zoals het was. Wat was er mis mee? Dat is toch de Nederlandse overheid ten voeten uit. Je krijgt nergens korting op, maar wel de dienstverlening verschaalt en verschaalt en verschaalt en verschaalt. Dit vind ik een heel ongelukkig signaal van verschaling. Oké, jij gooit het gewoon in een bak en die bak zet je aan de deur. Ja, precies. Die zet je gewoon niet in je vuilniszakken bij de boom. Zo simpel als wat. Nou moet ik zeggen, het is van hier naar dat verzamelpunt is ruim 100 meter. Maar voor iemand die nauwelijks kan lopen, is het een lastige zaak. Je hebt toch al gauw 2 van die vuilniszakken per week. Ja. Ik ben nog goed ter been, dus daar is niks aan de hand. Maar als je wat verderop woont, dan is het wel een probleem, ja. Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is voor degene die het komt ophalen om één keer zo'n container te leggen. Ja, natuurlijk is het makkelijker, maar daar hebben we helemaal niks mee te maken of het makkelijker is voor de ophalers. We hebben te maken of het met de vraag of het makkelijk is voor de burgers van de stad Utrecht. Nee. En de marathon komt er ook weer aan. Oh ja. En zag dat het weer allemaal verboden was gedurende een hele dag. En het Mout Bier Festival, gaat dat ook door? Nee, dat gaat niet door. Dat is vorig jaar verboden, hè? Ja, dat heeft de rechter verboden. Ja, godzijdank hebben we in Nederland goede rechters. Dat scheelt wel. Ja. Oké, tot zover de ergernis over de vuilnis. Wil je daar nog iets over zeggen? Of zeg je, dit waren wel de belangrijkste punten? Nee, ik zie het wel als een signaal dat ook bij de gemeente zo'n idee van ze kunnen de moord stikken, de burgers. Hè? Ja, vooral die ouders. Laat ze het zelf maar doen. Ja. Laat ze het allemaal maar zelf doen. We hebben er geen zin meer in. Veel te duur. Hoop gedonde jaar. Nee hoor. Maar als je dit zo doet, heb je ook niet meer de traditionele vuilnisman nodig die achter op zo'n kar staat en die de vuilniswagen of nee, de vuilniszak. Maar ik heb altijd gedacht dat ze vrij redelijk beloond werden voor die werkzaamheden. Ja. Ik heb ook nooit gelezen dat er een enorm tekort aan vuilnismannen was in Nederland. Nee. Dan nog even terug naar Erdogan. Ik was dus aan het voorlezen dat hij dus ook 4 jaar in de gevangenis heeft gezeten nadat hij ontslagen was wegens het citeren van een gedicht in 1998. En daarvoor is hij inderdaad 4 jaar burgemeester van Istanbul geweest, wat jij zei. Kijk aan. Ja. Ik kan er ook eens van zeggen, ik dacht ook in het begin, volgens mij velen in het Westen. Hij stond op goede voet met het Westen, voor zover ik mij dat herinner. En ja, het is ook zo'n figuur die natuurlijk stap voor stap ontspoord is. En stap voor stap in feite is gaan denken dat hij speciaal gezonden is om het land op de juiste weg te houden. Maar dat is niet zo. Nogmaals, het is iemand die fundamenteel ondemocratisch denkt. Ik zwijg even van die achterlijke scheldpartijen van hem tegen andere landen in Europa. Waar het ook volstrekt geen pas had. Want hoe stelt hij zich geopolitiek op? Vind je dat er iets van constructieve houding zichtbaar is? Nee, ik vind het ook betrekkelijk onhandig, eerlijk gezegd. Hij heeft ook zo'n Russisch luchtverdedigingssysteem heeft hij aangeschaft. En ik begreep dat de installatie daarvan en de werking daarvan weer heel onaangenaam kan zijn voor de luchtverdediging van andere NATO-partners. Want ja, Turkije is natuurlijk traditioneel een partner in de NATO. Mm. Maar dit is allemaal typisch Erdogan. Laten wij eens even fijn eigenwijs doen. Ja. Heeft dat voor Turkije iets opgeleverd? Nee. Heeft Turkije grote economische mogelijkheden? Ja, dat is West-Turkije. En kan je verzekeren, daar is die niet populair. Nee, maar op het platteland dus wel. Dus je ziet eigenlijk wat je in andere landen ook ziet. Het is de klassieke tweedeling. Tussen platteland en stad. Ik heb altijd begrepen dat Istanbul een totaal moderne stad was. Er zullen wel wijken zijn die misschien iets minder modern zijn. Maar een hele leuke stad, een hele aantrekkelijke stad. Goed, een stad die bij het moderne Westen hoort. Maar ja, je begrijpt wel dat achterin in Anatolië, dat het daar al de vlag er heel anders bij hangt. Hmm. Welke invloed hebben nou die aardbevingen die we eerder gezien hebben? Heb ik begrepen. Nogmaals, ja, ik ga het allemaal zitten zeggen. Ik ben geen dagelijks volger van de Turkse politiek. Ook geen Turkije-deskundige, misschien ook goed om Maar voor ons is hij ook al Turkije-deskundige, als je dan weer op Twitter. Ja. Weet hij daar nou ook alweer wat van? Ja. Misschien moet ik die mensen toch eenmaal uitleggen dat het mogelijk is om heel goed op de hoogte te zijn van tal van verschillende dingen. Maar het vervelende is voor dit soort van bedweters, dat kost tijd, dat kost werk, u moet iets lezen. U moet niet 1 krant lezen, maar bij voorkeur toch wel 2 kranten. Daar doet u verstandig aan. 1 internationale krant en 1 Nederlandse krant. En dan zou ik u nog zeker aanbevelen ook de Economist te lezen. En u kunt dat, sterker nog, u,
Ik vind zelf Foreign Affairs tegenwoordig een heel goed tijdschrift. Dat zou je verstandig aan doen. Al deze dingen kunt u digitaal lezen. En digitaal kunt u zich erop abonneren. Dus u moet wel aan de slag. En dan ga ik graag weer met u in gesprek. Wat dacht u daarvan? Gewoon hard werken. Niet lulkoek. Niet naar die flauwe onzin YouTube kijken. Nee, gewoon aan de slag. Gewoon lezen en je verdiepen. Naar YouTube kijken word je niet veel wijzer. Er zijn leuke beelden daar niet van. Maar analytisch heeft het niet veel te betekenen. Ja. De vraag die ik stelde was hoe de aardbeving. Hè? Wat voor invloed kan dat nou hebben op deze verkiezingen? Ik heb begrepen een grote invloed. Omdat natuurlijk afhankelijk en min of meer machteloos gereageerd is door de Turkse overheid in casu. En aangezien hij zich daar natuurlijk sterf vereenzelvigd heeft als autocratisch leider, ja, krijgt hij al gemakkelijk de schuld van het feit dat de respons wel bijzonder traag was. Ja. Maar goed, als je natuurlijk denkt aan de omvang van de ramp, dan vraag je af welk land daar wel zeer snel en zeer adequaat op had kunnen reageren. Het ging ook met name om de afhandeling, begreep ik. Als je die mensen hoorde in die gebieden die getroffen zijn. Ja, dat wordt natuurlijk... Maar denk aan de afhandeling van de aardbeving in Italië. Volgens mij zijn die in de loop der tijden nauwelijks beter geweest. Zou me niet verbazen, staan nog tentenkampen staan in sommige van die locaties. Ja. Wat vind je van de mensen die zeggen van ja, Erdogan, fantastische man, want hij heeft allemaal westerse investeerders heeft hier naartoe gehaald en dat is goed voor onze welvaart. Nou, die zijn juist de laatste tijd zijn die nogal weggebleven. Althans, volgens de Economist zou het, als die gewipt werd, zou dat voor het investeringsklimaat wel een hele positieve ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Ja. En tegelijkertijd hoor je ook natuurlijk de verhalen van de tienduizenden Turken die de gevangenis in zijn gevlogen. Ja. Om welke reden dan ook. Daar is hij ook verantwoordelijk voor geweest. Je hoeft dus maar te zeggen dat Erdogan een lul de banger is en dan ga je de gevangenis in. Dan word je verdacht gemaakt als terrorist of als aanhanger van die andere beweging waar hij vroeger goed mee was. Mm-hmm. Nee, het is niet echt. Erdogan moet nu gewipt worden. Of dat gebeurt, dat wil ik nog wel eens zien, eerlijk gezegd. Want het leek mij dat in veel stukken ook de wens wel de vader van de gedachte was. Ja, je hoort ook heel veel analisten zeggen van ja, het lijkt nu wel alsof er een kans is om hem weg te sturen. Maar dat pas op. Nog even afwachten. Precies, pas op, hij heeft al eerder. Dat lijkt mij ook. Ja. En die gasvelden in de Middellandse Zee, waar hij ook mee bezig is, gaat dat nog een verschil maken? Nou ja, omdat hij daar ruzie maakt met Griekenland, heb ik begrepen. En had hij ook niet ruzie met Macron gekregen op een of andere manier, dat weet ik nog een beetje vergeten. Ruzie is wel een beetje het centrale woord, hè, rondom Erdogan. Heeft iedereen ruzie? Ja, het is een ruziemaker. Ja. Dus wij weten ook geleidelijk aan geworden. Naarmate hij natuurlijk een hogere pet van zichzelf op heeft gekregen, is hij meer ruzie gaan maken. Hij ziet zichzelf natuurlijk als een wereldleider. Dat voel je wel aan je water dat zo is. Ja. En dat is hij natuurlijk helemaal niet. Hij is vooral een stoerzender, hè. Hij is vooral iemand die een stokje tussen de spaken steekt. Dat is zijn talent eigenlijk. Ja. Ik heb geen idee hoe het met die gasvelden gaat aflopen. Dat zou in principe internationaal geregeld moeten kunnen worden. Ja. En wat zeg je dan tegen de mensen die zeggen van... we weten aan Erdogan wat we hebben, maar we weten niet wat we ervoor terugkrijgen als er een ander komt. Ja, daar heb ik een heel, heel vervelend antwoord op. Wij weten helemaal niet hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Ook niet met Erdogan. Met of zonder Erdogan. Met Erdogan weten we dat het ellende blijft. Zonder Erdogan bestaat er een mogelijkheid tot verbetering. Of die er zal komen, dat durf ik niet te zeggen. Maar in principe zijn wij over de dag van morgen slecht geïnformeerd. Nou, ik geloof dat het weer, dat is nog net te doen. Hè? Was het ook weer 5 dagen weersvoorspelling is goed te doen. En daarna is het gewoon chaos. Dat wil zeggen, dan komt zomer en dan komt de herfst, dan komt de winter. Dat weten we wel, maar de precieze voorspellingen zijn... Daar klopt nooit iets van. Denk aan economische voorspellingen. Hè. Als dan een econoom had gelegen, hadden we al diep in een zware recessie gezeten. Ze blijven trouwens flink volhouden dat die toch wel komt. Maar goed, dat wachten we dan toch nog maar even af. Je hoort dat in een bedrijf ook nog wel eens gezegd wordt. Hè, door de leider die ook bekritiseerd wordt en die eigenlijk weg moet wezen. Zegt, ja, je weet wat je aan mij hebt, maar ja, je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Ik heb altijd begrepen dat met name hele grote bedrijven, die hebben een keurige opvolgingslijn. Ik geloof dat als je directeur wordt van Shell wereldwijd, dan zit je er nooit langer dan 5 of 6 jaar. En dan ga je weg, dat weet je van tevoren ook. Ja. Word je ook na van dan betaald in die jaren. Je hebt natuurlijk een traject waarin je toegroeit naar die functie toe.
Dan hebben ze meestal 2 of 3 mensen die dat wel zouden kunnen doen. En dan een van die lui, die wordt het. Hmm. Ik heb nooit gehoord dat iemand bij de Shell 20 jaar aan de leiding is. Dat komt niet voor. Zou ik ook ongelooflijk onverstandig vinden, eerlijk gezegd. Ja. Nou ja, ik begreep dat er door beide partijen, zowel de AK-partij als die coalitie, enorm veel waarnemers op de been zijn gebracht die nou gaan kijken of het allemaal wel eerlijk verloopt. Hmm. En ik neem aan dat er ook buitenlandse waarnemers zijn, al weet ik niet of die toegelaten worden. Ja, want er zijn van die internationale verkiezingswaarnemers en sommige landen willen die niet hebben. Ja, je begrijpt waarom. Dat weet ik niet hoe dat in dit geval zit. Maar conclusie rondom Erdogan is van, we zijn nog niet zomaar van hem af. Ook niet als hij verliest mogelijk. Nee, zeker niet. Dit type van lui, waar ben Netanyahu natuurlijk al genoemd en Orbán en zo. Het grote probleem is, hoe komen we in godsnaam weer van ze af? Eerst zijn ze toegejuicht en wat zijn magig, zoals dat heet in het Duits. En met spierballenpolitiek en komen voor op time te staan en ze horen tot de 100 belangrijkste personen ter wereld. Kan dat ook een keer afgelopen zijn, die flauwekul met die 100 belangrijkste personen ter wereld. In het algemeen een totaal willekeurige keuze wat ik ervan gezien heb. Ook met die 100 belangrijkste Nederlanders, ook de grootst mogelijke onzin. Waar we al elke jaar weer van onder de indruk zijn. Oeh, hij staat op nummer 1. De voorzitter van de CER, nou kom op. Kim Putters nu. Dat is toch wel een leuke, amabele man. Ja, maar het woord leuk is, dacht ik, in dit verband niet. Als we nou toch hebben over leuk, de 100 leukste Nederlanders, dat zouden we kunnen doen natuurlijk. Jij hebt dat toch eens een keer de Nederlander van het jaar, daar heb jij het al vaker over gehad, dat je je daar ook zo aan stoorde. Dat was in de tijd van Fortuyn volgens mij. Ja, nee, het was de Nederlander van de Nederlander van de Nederlander van de Nederlandse geschiedenis. Oh, dat was het. Dat was het. Ja. En toen heb ik ongelukkigerwijs gezegd, als Pim 1 wordt, dan emigreer ik naar IJsland. Ja, Pim werd nummer 1, omdat hij, dat is een volkomen geschifte verkiezing, want je kon gewoon inbellen, dus iedereen kon inbellen. Maar het feit was dat Pim de belangrijkste Nederlander aller tijden was geworden via de radioverkiezing. Dus ik heb nog tijdenlang, kreeg ik van die mails of van die berichten van, bent u al op IJsland? Hoe is het op IJsland? Dat vond ik natuurlijk op zichzelf weer vrij geestig, ja.